Hallo, ik ben nu in Yusufya. Dat is een Druze stad boven in de Karmel. En vandaag zijn we naar een Circassian stad en naar een Druze stad geweest. Dit is de Druze stad. En we hebben op allebei de plaatsen hebben veel geleerd over beide minderheden die hier wonen. Ik vond vooral de Circassians erg interessant, omdat die viertalig zijn. Dat betekent dat ze op het basisschoolonderwijs ze groeien op met hun eigen taal. In het eerste jaar leren ze Hebreeuws, in het tweede jaar leren ze Arabisch, in het derde jaar leren ze Engels. En in het vierde leerjaar leren ze het Cyrillische schrift met de extra tekens voor hun eigen taal. Ook zijn de Circassians erg bijzonder, aangezien ze in Israël hebben ze maar 2 steden en hebben ze maar een paar duizend mensen die er überhaupt wonen. Dat betekent dat ze een heel kleine minderheid hier zijn, maar over het algemeen zijn er een paar miljoen van verspreid over het Midden-Oosten en een aantal andere landen over de wereld. De Druzen zijn er in totaal een 10, 11 miljoen van, waarvan er in Israël zijn ze een van de grotere minderheden, maar wel een van de kleinste bevolkingsgroepen. In Israël hebben zij zo'n 16 steden. Het uitzicht is er belachelijk mooi. Het is een gebergte wat bijna aan zee ligt, maar het ligt ook zo'n 600 meter boven zeeniveau. Dus je rijdt bijna recht omhoog de berg op om hier te komen. Tot over een week of 2, dan horen jullie weer meer van me.